veel toetsen bij geschiedenis of veel vragen in het werkboek kom je wel iets tegen over verandering en continuïteit. Bijvoorbeeld, leg uit dat er in deze bron sprake is van continuïteit op het gebied van bla 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 bla. Voor veel leerlingen is het toch lastig om een antwoord op deze vraag te geven. En daarom is het even belangrijk om stil te staan bij die twee begrippen, verandering en continuïteit. En daarbij moet meteen gezegd worden dat verandering ook wel eens voorkomt als het woord discontinuïteit. Nou ja, discontinuïteit of verandering, dat lijkt me duidelijk. Iets verandert op een gegeven moment. En continuïteit wil juist zeggen dat iets hetzelfde blijft, dat iets continu blijft gaan. In de geschiedenis zien we natuurlijk veel voorbeelden van continuïteit en verandering. Ontwikkelingen die heel langzaam vooruit gaan, continuïteit dus, maar waar dan ineens een verandering plaatsvindt. En dat is waar het om gaat bij verandering en continuïteit. En dan gaat het dus altijd om veranderingen in die tijd zelf, niet verandering ten opzichte van de tijd waarin wij zitten. Onthoud dat goed. Even met een paar voorbeeldjes. Hier hebben we een grafiek waarin de bevolking van West-Europa tijdens de middeleeuwen getoond wordt. En daarin zien we een duidelijk voorbeeld van continuïteit. We zien namelijk dat de bevolking van Europa vanaf het jaar 700 of vanaf het jaar 1000, zoals je wilt, continu groeit. Langzamerhand verdubbelt of verdriedubbelt de bevolking van Europa. Maar dan ineens, na 1300, vindt er een snelle verandering plaats. Die verandering in dit geval is de Zwarte Dood geweest, de pestplaag die over heel West-Europa trok en waar miljoenen mensen aan overleden. En dan zie je dus na een lange periode van continuïteit dat er in een korte tijd of in een relatief korte tijd een verandering plaatsvindt. Want die verandering vindt dus plaats in 50 jaar. En dan zou je zeggen, 50 jaar dat is heel lang, maar in de hele geschiedenis gezien is dat toch een heel snelle verandering. Dan pakken we nog even een ander voorbeeld van continuïteit en verandering bij. We gaan terug naar een indeling van de tijd die we al eerder gezien hebben. Namelijk de indeling van de geschiedenis in die verschillende samenlevingstypen. En ook daar zie je dus iedere keer continuïteit en verandering. We pakken even als voorbeeld de landbouwstedelijke samenleving vanaf het jaar 1000 erbij. Daar is dus sprake, of daarin is dus sprake van continuïteit. Want mensen in die landbouwstedelijke samenleving, die verdienen hun geld vooral via landbouw, ambacht en handel. En dat is rond het jaar 1000 zo, en dat is rond het jaar 1800 nog steeds zo. Daar is dus sprake van continuïteit. De belangrijkste middelen van bestaan zijn landbouw, ambacht en handel. Maar we zien ook dat er rond 1800 een industriële samenleving opkomt. Het belangrijkste middel van bestaan verandert dus. Wat is dan die verandering? Dat is de betere toepassing van de stoommachine, waardoor er een nieuw belangrijk middel van bestaan bij komt, namelijk de industrie, het fabriekswerk. En zo zien we dus door de hele geschiedenis heen voortdurend voorbeelden van verandering en continuïteit. En het is belangrijk dat wij die ontwikkelingen, dat wij die gaan herkennen.